rondje. Papa! Ik verveel me kapot! Ik heb net op een paard gereden en ik heb hem zijn kop afgehakt. Ik heb parachute gesprongen. Ik heb me laten nemen door alle paardenknechten. Veel me, er gebeurt hier ook nooit wat. Ik weet het, schatje. Dus ken ik een klein beetje te veel gevraagd om een hardwerkende vorst een klein beetje te amuseren. Kom op, speel nog eens een keer zo'n melodietje. Waar hebben jij ons die dingen voor? Hè? Kom op, een beetje van die tingle-tangle. Sire, een beroemd Italiaanse componist die furoren maakte in de Renaissance en onder andere stukken schreef voor Lodewijk XVI, heeft een stuk voor u geschreven. 1, 2, 3. Nee, is niks. Ja, wat kom jij doen? Entertainment. Entertainment. Weet je wat het is? Als ik zo naar je kijk, dan zie ik dat je heel erg je best doet. Het is technisch ook allemaal goed in orde. Maar ja, het doet me eigenlijk helemaal niks. Het raakt me totaal niet. Ik zie dat jij graag wil. Het is ook niet slecht, maar het komt niet binnen. Het bekoort me gewoon helemaal niet. Ja, precies. Ja. Maar als ik jou zo zie staan, dan zie ik dat je niet geniet. En als jij niet geniet, hoe kunnen wij er dan van genieten, snap je? En bovenal, het is totaal niet vernieuwend, dus zeg jij het maar. Ja, ik zeg toch, kop eraf. Ja, ik ben ook bang dat ik het ga zeggen, hoor. Dat is dus twee keer kop eraf, dus kop eraf! Dat ik al die moeite neem om alles te begrijpen, komt omdat ik werkelijk om je geef. Vaak na te denken, dan zet ik dingen op een rij, graaf diep in mijn geheugen, dan komt de hele zooi voorbij. Trek ik alle laadjes open, lees het allemaal weer eens door. Ik word getroffen door de waarheid, maar trek die handel lekker door.
Jij! Dat doe je niet nog eens een keer, mannetje! Nou, kom jij doen? Entertainment! Oh, entertainment. Dat zijn dingen met vuur, daar ben ik gek op! Leuk! Leuk! Komt er nog wat van? Ogenblikje. Ja, wat krijgen we nou weer? Komt erop!